per se om het talent dat de mensen doen. Het is het raden naar het talent dat ze hebben, hè? Ja, inderdaad. Op basis van eventueel... Inderdaad, van Lama. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وشاركوا مع أصدقائكم شكرا. Ja, maar doe daar dus de groetjes van mij. Nee, heel tof, we kijken er naar uit vanavond. Afgelopen week, want je bent super druk bezig, lanceerde je ook een oproep voor een nieuw programma dat je deze zomer dan gaat maken. En daarvoor ben je op zoek naar verbouwers, geloof ik, vertel eens. Goh, we zijn eigenlijk eerder op zoek naar mensen die avontuurlijk zijn en die zin hebben om zotte dingen te gaan doen in de arte. En je kunt inderdaad een buitenverblijf voor het leven winnen. Op de foto van de oproep zie je, of op de filmpje van de oproep zie je daar ook een chalet, die er heel slecht aan toe is. En inderdaad, ze gaan uiteindelijk de chalet mogen kunnen verbouwen en dan ook echt effectief winnen. We zijn op zoek naar 5 duo's, die zie je dus, als je nu aangesproken wordt, dan naar de VTM-site kunnen gaan en zich dan inschrijven, want we gaan over een paar maanden inderdaad al weer opnemen. Fantastisch. Heel veel Julie van de Steen binnenkort op jouw televisie te beginnen vanavond in Game of Talents om 20:20 bij VTM. Liefste Julie, ik ga je nog de dag insturen met een berichtje van Tanja uit Berendrecht. Zij stuurt, ik heb ook gekeken naar Later als ik groot ben. Het voelde zo herkenbaar. Ik kreeg regelmatig rillingen. Thank you.
idee wat daar zal uitkomen. Ik had ook idee of niet dat het gaat over voorstellen van politieke vernieuwing bijvoorbeeld. Er wordt heel veel geagendeerd en wordt heel veel over grote vraagstukken besproken. Maar op dit moment, en we gaan ervan uit dat dat komt, weten we eigenlijk niet wat dat precies allemaal betekent. En dus al die eisen en al die consternatie die nu naar boven komt, dat is een beetje vroeg, want we moeten eigenlijk afwachten op een ja, wat concreter wordt. Het zijn wel allemaal belangrijke thema's, hè? Heel belangrijk. Want ja, ook op rond de vraag van de timing zijn we niet ontzettend veel wijzer geworden. Weet je wel dat, dat het voorstel van de regering rond de pandemiewet over 1 à 2 weken naar het parlement komt. Mm-hmm. Dan gaan we daar tenminste zien wat de regering daar concreet mee bedoelt. Maar rechts, links. Soms wordt een klimaatontkenner een klimaatactivist. Soms ben je sociaal op je 20ste en liberaal op je 50ste. We weten nooit waar twijfel ons brengt. Knak wordt 50. Hoe ouder we worden, hoe meer we weten dat we veel niet weten. Weet jij hoe je binnen 50 jaar over dit zal denken? Wij hopen van niet. Knak. Durf twijfelen. Krijg deze week een gratis e-book bij het extra dikke verjaardagsnummer van Knak. Tegen het coronavirus in de Vlaamse gehandicapte zorg. En ook voor het personeel dat de zorg voor hen opneemt. In niet altijd even evidente omstandigheden het laatste jaar. Er gaat dan ook echt, dat voelen we, een zucht van opluchting door de sector. Een tiental lokale partijen met Vooruit in de naam hebben de socialistische partij SPA in gebreken gesteld. Ze eisen dat die partij haar naam niet zal veranderen in Vooruit, dat schrijft de Morgen. Staat voor eind maart gepland, maar ze zal tot verwarring leiden, zeggen de lokale partijen nu. Els Mooij is voorzitter van de lokale partij Tiening Vooruit. Die gebrekenstelling is een stap waar we ons op dit moment genoodzaakt zien. We zouden het heel erg betreuren als het project vaak zou moeten komen in het minst, omdat dan inderdaad veel verder gaat kosten voor ons, maar ook voor het jaar gebruik kan maken van de centen van de kiezer als zodanig. Maar dat betekent niet omdat het voor ons moeilijk is, het lijkt zich daar tegen Goliath. Dat betekent inderdaad niet dat wij van plan zijn om het zomaar aan de kant te laten zetten. Wie op zoek is naar een goedkope huurwoning, weet vaak niet dat hij recht kan hebben op een huurpremie of subsidie. Dat zegt Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependalen in reactie op ons reportageprogramma Pano. Daarin werden een jaar lang mensen gevolgd die een woning zoeken op de private huurmarkt binnen een heel krap budget. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij aanspraak maken op steun van de Vlaamse overheid. Maar slechts de helft van de mensen die er recht op heeft, maakt er gebruik van. Minister Diependalen wil daarom in overleg gaan met de verhuurders. Ik denk dat we ook met de IMO-kantoren in overleg moeten gaan om hen meer kennis te geven over die huursubsidie, huurpremies. Want het geval van Ronnie gisteren in de Pano-reportage, daar meen ik dat we kunnen uit afleiden dat ze geen rekening hielden met de huurpremie of huursubsidie die Ronnie kon krijgen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor het eerst getelefoneerd met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat de twee pas nu overleggen, 1 maand na de eetaflegging van Biden, is ongewoon. Door de hechte band tussen de VS en Israël bellen de twee leiders meestal al in de eerste dagen na de machtsoverdracht. Maar het telefoongesprek verliep volgens Netanyahu vriendelijk en warm en duurde ook ruim een uur. Het gesprek ging onder meer over de vredesakkoorden in het Midden-Oosten en over de coronapandemie. Australische gebruikers van Facebook en Instagram kunnen geen nieuwsartikels meer zien of delen met hun vrienden en volgers. Facebook is boos omdat de Australische regering de sociale mediasites wil laten betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Door die beslissing kunnen ook Facebookpagina's van openbare diensten, politici en NGO's nu geen nieuws meer delen. De Australische regering zegt intussen dat de maatregelen onnodig zijn en de reputatie van Facebook in Australië zullen schaden. Ze willen niet ingaan, zeggen ze, op dwang of dreigementen. Op de Australian Open Tennis zullen de Amerikaanse Jennifer Brady en de Japanse Naomi Osaka de finale bij de vrouwen spelen. Brady schakelde Karolina Muchova uit Tsjechië uit. Ze haalde het in 3 sets. Naomi Osaka plaatste zich dan weer door Serena Williams uit te schakelen. En daar had ze 2 sets voor nodig. Eerst overwegend droog met nog wat opklaringen, later meer wolken en regen vanaf het westen, maximaal tot 11 graden. Morgen droog met opklaringen en bewolkte periode. En dan het weekend, dat wordt meestal zonnig en erg zacht tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
De uitslag van lottotrekking van woensdag 17 februari. Dit waren de winnende getallen 2, 8, 27, 29, 36 en 40.